van jullie nou het meest op Jeroen? Ik echt totaal niet. Jij totaal niet? De blauwe ogen. Alleen de blauwe ogen. Tani kon er ook eens bij staan. Even kijken op wie ze dan wel lijken. Nou ja, ik heb natuurlijk als enige bruine ogen. Ja. Dus de blauwe ogen, die hebben ze allebei van hun papa. Ja. Dat wel. Maar Daan is meer een wit, zeg maar, zeggen we altijd. Ja. En Luc is meer een klein van de boompje. En wat houdt dat dan in, een klein van de boompje? Nou, 5 jaar geleden, die beelden heb je net laten zien. Toen was hij natuurlijk al van zingen en altijd maar een microfoon. Ja, ik heb hetzelfde microfoon karakter als mijn vader. Hetzelfde karakter? Omschrijf dat karakter eens. Zingen. En waar hou je nog meer van? Hoe heet dat? Dansen. En Daan, want hij zegt hij lijkt niet op mij, maar Daan heeft zo'n ongelofelijke passie voor voetbal. En dat de passie die hij heeft om iets graag te willen, dat herken ik enorm in hem. Ze zijn allebei behoorlijk gepassioneerd en zij leven allebei. En dat vind ik wel, daar kan ik enorm trots op zijn. Zij zijn echt gewoon wel mijn vrienden ook, weet je. Ze zijn echt wel mijn gasten. En dat bij mij echt lol. Ja, sorry. Nee, niet sorry. Dat is fantastisch toch om dat te hebben. Je zit ook helemaal te stralen als je het vertelt. Als ik dit nou zo zie hier achter mij. En dan zie ik mijn vrouw en met die twee gasten. Ik ben nog steeds verliefd op ze. Allemaal. En dat is voor mij wel iets zonder te truttig te zijn. Maar ik vind het ook wel weer heel hip. Dat je nog gewoon gek bent op je eigen vrouw en op je kinderen. Gewoon echt, dat ik dat echt zo voel. Van, lekker vanavond naar huis.